Ik ben Danny van der Tuuk. Ik woon in Assen. Ik studeer in Groningen en ik ben profielrenner bij een Spaanse ploeg. Ik studeer commerciële economie aan de Hans Hogeschool en ik doe dat in combinatie met de Johan Cruijff Academie. Ik ben als buurrenner begonnen toen ik 12 was. En mijn wedstrijden begonnen toen ik een jaar 14 was. Op zich best oud. Ik schaatste eerst en toen die combinatie, ja, dan ga je wat vaker fietsen. En ik vond fietsen eigenlijk veel leuker dan schaatsen. Dus, toen ben ik maar te gaan fietsen en ik vond wedstrijden heel leuk en toen ging het maar beter en beter. Dus rond die leeftijd ben ik begonnen. Ik heb al goede contacten gehad met bij Giant, zeg maar. Die eigenaar had tegen mij gezegd, ja, je moet op zoek naar een ploeg in Spanje of Italië, want hier in Nederland wordt het niks met jou, want je bent daar veel te licht voor. Nou, dus ik ben even een beetje om me heen gaan kijken en toen kreeg ik van hun de contactgegevens van de ploeg waar ik nu bij fiets en daar mocht ik een test voor doen. En die test die was goed, dus toen mocht ik daar bij fietsen. Ik kan ook wel goede tijden draaien, maar ik ben niet echt goed in sprint of zo. Dus ik ben niet echt veel winnaar of zo. En dat ga ik ook niet echt worden, maar ja, ik kan wel goed mensen helpen en ik kan goed bergop fietsen. En ik kan goed tijd rijden, dus misschien dat ik in de toekomst wel een beetje kan uitvinden waar ik goed in ben. Als ik een dag in Gran Canaria ben, dan word ik wakker om 8:30, zoiets. Dan ga ik ontbijten, stap ik om 10 uur op de dag, doe ik eerst even wat core stability oefeningen en zo. Even wat activatie van mijn spieren. Dan stap ik om 10 uur op de fiets. Ja, dan ga ik meestal een uur of, pak een beetje gemiddeld 4, 5 uur fietsen. Soms 3, soms 5, soms 6. Dus dan is het een uur of 3 dat ik terug ben. Dan ga ik even lunchen, dan ga ik even een half uurtje slapen, 3 kwartier slapen, doe ik vaak tussen de middag. Als ik daarmee klaar ben, heb ik even wat vrije tijd. Dan ga ik met school bezig of dan ga ik even gamen of dan ga ik iets anders doen. En dan om een uur of 8, 9 ga ik meestal avondeten, 's avonds. En dan daarna nog even een filmpje kijken of zo en dan slapen. En wanneer kom je dan toe aan je studie? Rustdagen, dagen dat ik geen training heb, reisdagen, als ik in het vliegtuig zit. Dan gaat mijn telefoon uit, dan doe ik een muziekje op, ga ik even aan de studie. Nou, dan heb ik naar Gran Canaria dan wel even de tijd. Dan kan ik 4,5 uur met mijn studie bezig. Kan ik wat dingen typen, dingen leren. Ik heb geen gedoe van andere mensen, want mijn telefoon is uit. Ik reis vaak alleen, dus ik heb ook geen mensen om me heen. Dus dat is dan ideaal. Dan land ik en dan ga ik naar mijn hotel. En dan is het de dag erop. Bij de Johan Cruijff hebben we Kees Rosema als leraar en die doet dat echt super goed voor ons. En kun je dan vaak contact mee hebben, mailen of bellen of appen, dat maakt hem allemaal niet uit. Ik moet vanaf daar eigenlijk zorgen dat ik een beetje contact heb met medestudenten en we helpen elkaar een beetje. Ja, en dan gewoon, als ik wel thuis ben, zorg ik dan die toetsen een beetje plan, als dat kan. Als het niet kan, ja, dan heb ik pech of dan probeer ik het anders te plannen. Maar ze komen vaak wel met goede oplossingen. Ja, we hebben een paar docenten maar. Die helpen je goed en die proberen je zo goed mogelijk te helpen met je sporten en met je studie. Dus dat is gewoon super tof. Je kan ze ook op zondag bereiken, op zaterdag. En gewoon op app kun je ze bereiken. Dat is gewoon super tof. Ja, we hebben 2 of 3 keer in de week school. Hangt een beetje van het leerjaar af waar je in zit. Ja, sommigen moeten trainen. Sommigen gaan eerder weg. Sommigen komen later binnen. Sommigen zijn er sowieso niet. Ik ben er bijvoorbeeld ook soms hele periodes niet. En soms ben ik er hele periodes wel. Ja, dan probeer ik zeg maar met mijn medestudenten een beetje stof te krijgen en wordt opgenomen, wordt op Blackboard gezet. Dus ja, je kan wel veel, Kees maakt altijd filmpjes, met Kees Rozen maakt altijd filmpjes, zodat we alles een beetje kunnen zien wat je gemist hebt. Dus ze probeert wel zo goed mogelijk voor je te doen als je iets gemist hebt. Maar je moet er dan zelf ook natuurlijk achteraan. Dus je moet zelf ook natuurlijk de inzet tonen dat je dat wil doen. Ja, ik wil kijken waar ik goed in ben, waar ik denk goed in te zijn. Ik wil eigenlijk gewoon in een grote ronde goed scoren. Want ik denk dat mijn herstelvermogen goed is en dat ik gewoon goed bergop kan rijden en goed klassement kan rijden. Dus ik wil dat eerst een kleine rondje proberen, maar ik ben nog best wel jong. Dus ik wil eerst nog even een paar jaar rijpen, zeg maar. En dan even kijken hoe ver ik kan komen. En misschien lukt dat wel niet en word ik een goede knecht van iemand. Dat vind ik ook goed. Als we maar als ploeg kunnen winnen.
Ik wou natuurlijk heel graag prof worden, dat is me nu gelukt. Ja, omdat ik prof ben, dat ik mooie wedstrijden kan rijden, probeer ik uit mezelf te halen. Maar ik ben wel gelijk begonnen met een studie na mijn HAVO. Ik heb geen tussenjaar of zo gehad, omdat ik gewoon belangrijk vind dat je wel een diploma haalt. En dat als je, stel je valt of iets, of er gebeurt wat, dat je dan wel nog een backup plan hebt. En als ik de studie heb afgerond, dan, ja, dan valt er ook zeg maar last van je schouders af, want dan heb je je studie gehaald. En het is ook goed te doen, want je hebt gewoon goede begeleiding vanuit school. Dus ze kunnen je gewoon goed helpen. Dus dan is het best belangrijk, vind ik, dat je je studie gewoon doet. Ik zeg altijd tegen alle jonge wielrenners die dan zeg maar met mij een keer gaan fietsen of zo, of die ik een keer spreek. Als je investeert in je sport en je wilt de top bereiken, zorg dan dat je ook iets achter de hand hebt. Dus ik zou gewoon gelijk beginnen en kijken of je propedeuse kan halen. En als je er wat langer over doet, dan doe je er wat langer over. Maar ik vind dat als je de discipline hebt die je in fietsen steekt, dan kun je ook wel school erbij doen. Want het is wel zwaar, je moet het goed kunnen combineren. Maar als je nog jong bent en je bent 18 en je bent in je opleiding bezig, dan train je ook nog niet als een volwaardig prof. Dus dan vind ik ook dat je nog wel, dan heb je de tijd er nog wel voor om een studie te kunnen combineren. Ja, en ik zou gewoon altijd een studie gaan doen.